De Confituur Boekhandelsprijs. Wie volgt Chris de Stoop en Jeroen Olieslagers op als winnaar? Herwig Staes las Een soort van liefde van Alicja Gescinska. Met Een soort van liefde schreef Alicja Gescinska een beklijvend boek over de liefde. Of liever over de onmogelijkheid ervan. Over de moeilijkheid tot liefde. Over de overrompeling van een tot mislukken gedoemde liefde. En over een vriendschap die nooit in liefde uitmondt. Filosofe Gescinska nestelt zich in de geest van haar personages. Twee vrouwen die elkaar nooit hebben gekend en wiens leven zich in een ander tijdsgewricht afspeelt. Elisabeth die, bij het leeghalen van haar overleden vaders huis, graaft in haar verleden en haar moeilijke relatie met haar ouders. Zoveel jaren vroeger ontvouwt zich een liefdesrelatie tussen haar vader, een professor cultuurgeschiedenis in de Verenigde Staten, en de jonge Vlaamse studente Anna. De gelaagdheid van deze intense en gevoelige roman zorgt ervoor dat de draden en puzzelstukjes langzaam in elkaar passen en Elisabeth tot een nieuw inzicht komt in de zin van haar leven. Een volkomen terechte debuutprijs die ook de Confituur Boekhandelsprijs meer dan verdient. Beluister de volledige recensie van dit boek op laclassica.eu. Breng je stem uit in een confituurboekhandel en win misschien een boekenbon. De Confituur Boekhandelsprijs bekroont het beste boek uit het Nederlandse taalgebied van het afgelopen jaar. Geniet van muziek. La Classica.